Goedenavond, mensen. Welkom in ons appartementje. Alweer. Ik ben nu alleen thuis. Nele is weer op naar het vaccinatiecentrum om de mensen te helpen. Waarschijnlijk gaan er heel wat kinderen zijn die al ook laten vaccineren. Ja, vandaag is het ook de eerste schooldag. En dat begint voor veel kinders en er zijn ook examens. Nu, ik veronderstel dat er ook een redelijke grote uitval was van mensen die Omicron hebben. Like dat je waarschijnlijk weet, er is nu een grote vijfde golf op komst. En ja, er gaan heel wat sectoren en dergelijke erdoor getroffen werden. Ze verwachten dat er redelijk wat mensen gaan uitvallen wegens besmetten. En ik zag vandaag ook een aantal artikels daaromtrent passeren van hoe dat verschillende diensten en scholen en dergelijke zich voorbereiden of juist niet hebben voorbereid. Ben weet. ja. Ja, er is nog altijd de vraag van, wat komt er in poes af? Nog altijd geen erge scenario's te zien in verschillende van onze buurlanden. Heel veel besmetting wel, zeker in Frankrijk, wow, holy moly. Maar ja, de ziekenhuizen en dergelijke zijn nog niet overbelast. En ik heb er nog altijd goede hoop heb dat dat ook gaat bijblijven. Veel mensen die misschien ziek werden of gewoon een besmet geraken. Ik vraag me eigenlijk persoonlijk af van, is dat eigenlijk nog veel avance voor mensen op non-actief te zetten? Moet de gevolgen toch niet al te groot zijn? Maar ja. Ik beslis niet. Ik weet wat niks van de gedachtegang van de regering en dergelijke. Van hoe dat ze een Omicron golf van doorstaan. Ja. Gisteren was er ook nog commotie rond een of andere variant die Omicron en Delta te horen is ofzo. Wat dat dan gaat zijn, weet ik niet. Maar ja, variantjes blijven nog altijd afkomen bij de vliet. Bon, zeg mensen, ja, er is geen update van de vandaag van de overlijdens. Dus zoals altijd, het is pas vanaf deze dag tot achter het weekend de update komt in. Dus ja, dat is iets voor morgen. Dus ik zou zeggen, mensen. Maak er nog een zaal in de avond van. En dan zie je dat ik morgen weer. Zo, kies.